Boswachter van het Sonsbeekpark is deze man, Jeroen Glissenaar. Zijn taken zijn de komende maanden enigszins aangepast. Want behalve dat hij boswachter is, wordt hij zelfs gezien als één van de kunstenaars. Tenminste, zo staat het in de brochure. Zelf ziet hij zich vooral als gids voor de kunstenaars en bezoekers. Het grappige is dat het huisje echt een enorme eyecatcher is. Zelfs met de hekken eromheen. Je ziet het echt overal, vanuit het park, vanaf de weg, ja. Mijn rol is deze beeldententoonstelling eigenlijk de verbinder. Ik heb heel veel verhalen verteld in de aanloop met de curator. We hebben hier heel veel rondgelopen. En dat hebben ze eigenlijk opgepakt als de transaction. De kunstenaars in het park brengen en de mensen in het park brengen. Dus eigenlijk het hele geheel met elkaar verbinden. Ik heb hier nou een model hier nog. Het leuke is dat de bezoeker van het park zal zien dat het kunstwerk verandert. Want de ovens die worden gestookt met hout wat uit het huisje komt. Dus als je delen weghaalt, dan wordt, zeg maar, als je hier delen wegplukt, dan komt uiteindelijk dit. Of er ontstaan pijlen, of het wordt steeds leger. Dus wij gaan het wel, ik ga het wel met een zekere regie, ga ik die plankjes eruit halen. Sonsbeek te Arnhem wordt gedurende de zomermaanden een tentoonstelling van Europese beeldhouwkunst gehouden. Van de Engelsman Henry Moore, een van zijn meest recente werken. Drie vrouwen bevreesd voor een luchtaanval. De eerste editie van Sonsbeek tentoonstelling was een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog. Een Arnhemse wethouder zag een buitenexpositie in Engeland. En werd meteen enthousiast om zoiets ook in Arnhem te organiseren. Het zou de gehavende stad weer een impuls geven en toeristen trekken. De eerste editie in 1949 trok zo'n 100.000 bezoekers. Sonsbeek 2016 is een kunsttentoonstelling waar je niet alleen naar de beelden kijkt, maar waar je ook de beelden in kan. En waar je een onderdeel bent van de beelden en mee kan doen aan de kunst. En dat is het bijzondere aan Sonsbeek 2016, want dat heb ik in de vorige beeldententoonstelling nog nooit meegemaakt. Wil jij iets vertellen? Ja. Ja, dat is goed. Het is de bedoeling dat er elke dag hier een man of 10 aan het werk is. Dus de bezoeker die ziet in principe in eerste instantie een hele berg materiaal liggen. En een hoop mensen aan het werk. En dat materiaal in de loop van de tijd, van de komende paar maanden, zien ze dat materiaal veranderen in nieuwe objecten. En die komen hier op het grasveld verspreid te staan. Kijk, wat ik gaaf vind aan dit kunstwerk is dat ik weet gewoon, dit is een eik geweest. En waar deze eik gestaan heeft in het park. Dus van deze plank zou je zo naar de plek kunnen lopen waar die boom gestaan heeft. En dat, ja, die stond er van de winter nog. Was overigens een dode boom, stond dood op stam, dus hij moest weg. En als hij dan zo'n tweede leven krijgt, ja, dat vind ik top. Elke editie wordt door een andere kunstenaar samengesteld. Deze keer doet het kunstenaarscollectief Ruan Grupa uit Indonesië de samenstelling. Hun opdracht aan de kunstenaars was dat een beeld meer moet zijn dan alleen maar een kijkobject. The works we are presenting, a lot of them are not complete without the audience. And then it's not only the audience anymore, but also they become participants and then collaborators of the artist. De curatoren van Sonsbeek 2016 zijn mensen die heel erg op kijken naar de bewoners en naar de omgeving. Welke mensen komen er? Ze hebben interesse in de mensen en wat doen die in het park? Het is niet meer alleen statisch kijken naar een kunstwerk, maar je doet eraan mee. Je maakt iets groter, iets mooier. Dus je bent een onderdeel van de beeldententoonstelling.